een van die nylon maken. Daarvoor gebruiken we, daarvoor hebben we eerst Seba sowielchloride. Hebben we opgelost in wasbenzine. Dat is deze tussen dieren. En dit is een oplossing van 1,6-hexaandiamine. En dat is opgelost in water en natronloog. En beginnen we met de hexaandiamine. En daar doen we dan 1 milliliter sepasuïlchloride in wasmachine op. Als ik hem los krijg. Er zit een schaalverdeling op zo'n stuurpipet. Nou, de wasbenzine, de tweede oplossing die blijft drijven, dat is ook wel te zien. En op grensvlak wordt een vliesje zichtbaar. Nou, dat kun je wel zien. Duidelijk, twee lagen systeem. Je ziet een soort vliesje bovenop. Ik ga het pakken met de pincet. Yeah. Kijk. En dan krijg je gewoon, gewoon nylon. Zo. Dan pak je nog hier een vliesje hier. En zo maak je dan nylon. Nou, in de fabriek maken ze iets beter garen, maar
We zijn nog niet zo ver met de productontwikkeling.